Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en wij gaan naar een nieuw land, namelijk naar Laos. We gaan zo vertrekken. We zijn nu nog in Chiang Rai, dus in Thailand. En dan gaan we daar de grens over naar Laos. We zitten in de bus naar Chiang Kong, dus dat is net voor de grens. Dan pakken we vanaf daar eigenlijk weer iets anders. Wat weet ik, kijk maar niet. We moeten daar even kijken. Dit is de lokale bus. Nou, we zijn uit de lokale bus. We zitten nu in de truck waarmee we de grens over kunnen. We gaan dus zo de brug over die Thailand en Laos met elkaar verbindt. Dus ik ga hier. Nou, we zijn er in Laos. Dit is ons hostel waar we blijven. Hier is de hoofdstraat. Dit is echt een heel klein dorpje. Maar hier kunnen we wel dan morgen de boot op. Dus ja, tot nu toe een hele leuke indruk, Laos. Goedemorgen, wij zitten inmiddels in de boot. En wij gaan vandaag varen naar Phang Bang. Dus dat is het eerste deel van de reis op de boot. Het zit namelijk 2 dagen. En dan gaan we daarna door naar Luang Prabang. Dus vandaag de eerste etappe. Ongeveer 7 uurtjes met de boot. En dan zijn we er. Dus ben benieuwd. We zijn van de boot af en we hadden dus geen hotel geboekt. Want ze zeiden, ja, je kan hier, als je hier aankomt, dan gaan ze meteen, komen ze meteen van alles aanbieden, noem maar op. Dus hebben we ook naar geluisterd. We hebben dus nu een hotel of een hostel, was het een guesthouse of zo? Een guesthouse geboekt. We zitten nu achter in de auto. This is Daniel. Hey. We met hem. Hij komt ook bij ons. Dus dat is wat we nu gaan doen. Ik ben helemaal buiten adem. Ik moest de trap oplopen en ik ben al helemaal buiten adem. De backpack life. Ja, backpack life. Kelly's rugzak is gewoon veel te zwaar. Ja, dat is zeker. En het is een hele fijne backpack omdat je natuurlijk en op je rug kan doen en je kan hem rollen. Oh, maar hij is niet heel makkelijk om te doen. Dus dat is een beetje minder. Maar in ieder geval, we hebben dus een guesthouse voor hoeveel euro? 2,50 euro of zoiets per persoon. Dus het wordt toch mooi geregeld. Het is een dag later, we zitten weer op de boot voor de tweede helft van de reis. Dus vandaag gaan we van Phang Bang naar Luang Prabang en daar blijven we nog een paar dagen. Nou, we moeten dus ineens overstappen op een andere boot. Deze boot. En iedereen klimt hier gewoon overheen. Dat is volgens mij niet de bedoeling. Wordt wel gedaan, kijk, je ziet iedereen. Spullen pakken, eroverheen klimmen om bij goede stoelen te komen. We meerden even aan bij dit dorpje hier. En daar kwamen allemaal meisjes, oh nee, ook jongens, maar vooral kinderen. Kwamen aan met de armbandjes, deze. Om te verkopen. En dan heeft er ook eentje gekocht. Ja, ik vind het altijd wel leuk om zoiets te kopen waar je dan echt de lokale mensen support en niet de grote handelaren, zeg maar. Dus vandaar dat ik dacht, nou, ik koop er toch een. Niet per se dat ik het nou echt per se heel mooi vind, maar wel gewoon leuk als ze aan denken. Zoals je ziet is het een tijdje later, want ik zit inmiddels op de hotelkamer. We zaten een tijdje op de boot. Het was in principe echt een leuke tocht. En het einde was wel een beetje lang. We voelden ons echt heel vies, dus ik dacht, ik ga eerst even douchen, alles lekker naar de hotelkamer en dan ga ik wel even verder vloggen. Maar de boottocht was wel echt wel leuk, de moeite waard.
Wat ik vooral heel leuk aan vond was dat je eigenlijk echt nog het authentieke leven ziet. Ik heb heel vaak als ik op plekken ben dat je aan de andere kant van de wereld zit, maar dat het eigenlijk zo hetzelfde voelt dat het niet echt lijkt als de andere kant van de wereld. Maar hier had je gewoon echt nog kleine dorpjes, mensen die zich aan het wassen waren in de rivier, aan het spelen, vissen in de rivier. Echt gewoon een andere wereld. Dus dat was wel echt heel leuk om te zien. Helaas wel wat smog. Was vorige dag ook, want ja, we hadden dan 2 dagen erop gezeten. In de middag was het wel iets minder weer, maar ja, het bleef wel best wel wat smog, dus dat was wel jammer. Maar op zich nog steeds een hele mooie tocht. En nu zijn we in Luang Prabang en gaan we dadelijk even iets eten en kijken wat het allemaal te bieden heeft. We hebben inmiddels eten, dus eet smakelijk. En we zitten hier dus in echt streetfood aan de straatjes. Goedemorgen, het is de volgende dag en we hebben net ons ontbijtje op. En gisteravond zijn we nog naar de markt geweest en daarna zijn we naar een barretje gegaan met wat andere backpackers. We hebben daar Cards Against Humanity gespeeld en toen daarna lekker gaan slapen. En vandaag gaan we een beetje de stad verkennen, dus blijven we echt in de binnenstad. Een beetje tempels bekijken, dus dat gaan we doen vandaag. We zijn even door de stad aan het lopen, we komen nu aan bij de Bamboo Bridge, hier zie je. Het is een brug die ieder jaar opnieuw wordt gemaakt in het droge seizoen. Dat die in het natte seizoen gaat hij dus kapot door de hevige stroming in de rivier. Dus we moeten hem ieder jaar opnieuw maken en daarom is het ook een toeristische attractie. We zijn aangekomen bij de eerste tempel van vandaag. Ik denk dat dit Wat Chai Tong heet, maar ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Als je hier wacht, ik ga het even laten zien waar het is. We hebben net kaartjes gekocht, maar gewoon naar binnen. En dit is het. Neergestreken, iets gegeten, iets gedronken en nu zijn we heerlijk aan het chillen hier. Lekker even rusten, lekker even niks doen. We zijn op dit moment heel veel trappen aan het lopen, want we willen op de berg, midden in de stad. Daar willen we de zonsondergang gaan bekijken. Dus daar gaan we nu heen. Ondertussen komen we langs allerlei boeddha's en dan komen we op de top. Het is 5:30, 6:30 inmiddels. We zijn heel vroeg opgestaan, 5:00, omdat wij graag in de ochtend de ochtendceremonie van de monniken willen zien. Dus die wordt nu hier opgebouwd. Nou, volgens mij zijn we nog vroeg. En dan zien we hoe dat er toe gaat. Dan gaan de mensen hier gaan eten geven aan de monniken. Dus dat is wat we gaan bekijken. Thank you.
8:30 en we hebben ons omgekleed. En wij gaan namelijk yoga doen met dit uitzicht. Dus lekker de ochtend beginnen met ons sport. Heb je zin in? Later en we zijn nu onderweg naar de waterval. We zijn nu het laatste stukje moeten we lopen. We hebben een scootertje gehuurd weer. En nu het laatste stukje dan. En dan zijn we bij een hele mooie, wat er schijnt, een hele mooie waterval. We hebben lekker gezongen. Ik ben al heel laat mijn GoPro vergeten, dus ik heb niet zoveel beelden kunnen maken. Maar ja, het was echt wel lekker. Het was wel heel koud. Maar dat was heel goed, want het is hier zo warm. Dus het is wel echt heel fijn om even koud te hebben. En ja, het was echt een chille water. Inmiddels het einde van de dag, zoals je kan zien. En wij zitten hier eventjes lekker nog iets te drinken bij de Utopia Bar eten. En het is echt een super gezellig plekje waar je gewoon lekker kan chillen. En lekker iets kan drinken, van alles kan doen. Dat is ook waar we vanochtend yoga hebben gedaan. Het is een super leuke plek en vlakbij het hotel, dus komt goed uit. Goedemorgen, wij zijn al eventjes op. We hebben al lekker gegeten. Maar vanochtend vooral heel rustig aangedaan, lekker niks gedaan. Uitgeslapen en toen hebben we het scootertje teruggebracht dat we hadden en nu zijn we van even hier gaan zitten. Het is weer uit de Utopia Bar, dus weer de bar waar we gisteren ook waren en wat gewoon heel leuk is. En hier gaan we eigenlijk gewoon vandaag een beetje gewoon lekker rustig aandoen, een beetje genieten van het uitzicht, want dat is ook heel mooi. En voor de rest gewoon lekker tot we zijn rustig gaan en niet veel doen. Nou, we zitten hier al een tijdje, maar we gaan nu een spelletje doen. Avocado smash. Dus gewoon een makkelijk simpel spelletje om even de tijd door te komen. Ik bedacht me ook dat ik jullie al heel vaak op de vlog heb gezet, maar nog nooit heb gezegd wie jullie zijn. Zo, dit is Anne. Hallo. En Roel. Anne is van England en Roel is van Nederland. Rotterdam. Ja. We gaan even eten bij de night market, want we hebben honger inmiddels. En we hebben echt... Oh, sorry, je ziet me nou niet meer. Daar ben ik weer. We hebben heel de dag gegeten. Of heel de dag gelegen. Bij Utopia. Niks gedaan. Ja, ik heb een stukje vlog geëdit. Voor de rest helemaal niks. Was wel echt heel lekker. Nu gaan we dus eten. Gaan we naar de night market. Er zijn wel 3 dagen. Ik weet eigenlijk niet of ik... dat ook filmde, dus ik zal straks wel even een stukje filmen. En dan gaan we als het goed is vanavond nog bij een bowlingbaan kijken. We zijn dus nu op de markt waar we dus iedere dag heen gaan. En dit is dus hoe het eruit ziet. Dus je hebt hier al die kraampjes. En dan hier in het midden kun je dan zitten. En daar is meer kleding. Oké, wij zijn weer terug van de markt. Ik wilde eigenlijk nog maar eten filmen, maar het was ineens al op. We zijn nu dus hier en we gaan bowlen! Anne is trying these Dutch words. So what do you say when you when your food is delicious? Super lekker! Yeah!
En ik heb helaas niet gewonnen. Wel één keer tweede geworden, dus dat is ook goed. Nu zijn we op de kamer en morgen gaan we weer naar een nieuwe plek. Dat heet Phang Vieng. En daar blijven we ook weer een tijdje. Dus dat is ook weer tijd voor een nieuwe vlog. Dus bij deze ga ik hem afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!